Peter Rekers, ambassadeur van het Jeugdfonds Almelo. Waarom ben je ambassadeur geworden? Ik ben ambassadeur geworden omdat ik vind dat elk kind moet sporten, zoals al gebeurt op de achtergrond. Het is natuurlijk geweldig om te zien, een enorme opkomst. En, kinderen moeten kunnen bewegen, kinderen moeten kunnen sporten. En daarnaast is het heel goed, denk ik, voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Ze krijgen bepaalde verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld op tijd komen voor trainingen, afmelden wanneer ze niet kunnen. En daarbij komen ze ook in aanraking met andere culturen en dat is nogmaals goed voor hun ontwikkeling. Vroeger als kind had ik maar één droom, dat was om profvoetballer te worden. En uiteindelijk heb ik het geluk dat ik dat ben geworden uiteindelijk. En alle kinderen moeten hun dromen kunnen najagen. Hè. De een, wat ik al zei, die wil piloot worden, de ander wil brandweerman worden en de ander wil een basketballer worden en ik wil voetballer worden. En dat kon gelukkig. Wij hadden de middelen dat ik wilde contributie, mijn ouders dan contributie konden betalen bij een voetbalclub en bij een amateurclub. En, heel veel kinderen hebben dat niet. Hè. De ouders, begeleiders daarvan, die kunnen het niet opbrengen door financiële beperkingen. Hè. En ik vind dat kinderen moeten kunnen sporten, ongeacht de situatie. Ja, wat ik al zei, het is weer verwachten volgend jaar weer meer kinderen als afgelopen jaar. En het is groeiende, dus we hebben middelen nodig om ook die kinderen te kunnen laten sporten en bewegen. Christy Geerveld, sportdocent hier in de ISPA. Wat is dat eigenlijk, free running? Nou, bij free running mogen de kinderen vrij rondrennen. En de bedoeling is dan dat er allerlei obstakels staan onderweg waarover ze met bepaalde sprongen, zoals een kong, dat is een sprong wat je met je benen tussen de handen doorspringt. Ze doen ook salto's achterwaarts, schroeven, eigenlijk een heel groot deel overlapt met de turnen. Maar het gaat er eigenlijk om dat ze zo snel mogelijk een parcours hebben afgelegd. Ja, hier zijn alleen de jongens die u achter mij ziet, die zijn zelf altijd op straat, hebben ze altijd gefrierend. En het mag gewoon niet. Dus dat was het nadeel. En de jongens die hebben op een gegeven moment die zijn bij elkaar gezet van, goh, willen jullie niet een les daarmee opstarten? Dan kunnen jullie in een zaal, kunnen jullie wel je sport beoefenen op een legale manier. En dat is inmiddels ongeveer anderhalf jaar geleden. We zijn begonnen met een groepje van 9. We hebben er nu 134 in 3 uur tijd. 3 uur tijd, kan dat eigenlijk wel? Ja, ik heb er in de eerste groep heb ik er 43. En normaal gesproken heb ik 4 trainers plus 2 assistenttrainers. En dan ben ik er zelf ook nog. Dus de groep wordt meestal in 4 groepjes verdeeld. We hebben een grote zaal, dus dan kunnen ze op 4 stations aan het werk zijn. De eerste groep zit helaas vol op het moment. Ja, dus dat is wel heel jammer. De tweede groep kunnen we er nog zo'n 10 bij hebben, denk ik. En dan zit die ook vol. En de laatste groep, daar wil ik wel heel graag veel meer mensen. Dus vanaf 14 jaar, kom allemaal. Dan zijn ze welkom op woensdagmiddag. En dan voor de leeftijd van 10 jaar tot met 14 jaar zijn ze welkom van 4 tot 5. En voor 14 jaar ouder zijn ze welkom van 5 tot 6. Meneer Bernhard Schutte, een van de initiatiefnemers van het Veteranencomité hier in Almelo. U bent nog een keer gedecoreerd, hè? Waar was dat voor? Dat was voor het draaginsigne Nobelprijs voor de Vrede. Hebben we vandaag uitgereikt gekregen van de burgemeester. Ja. Daaronder zie ik een veetje. Daar kun je veteranen aan herkennen. Ik heb van 79 tot 80 bij het eerste bataljon bij het 44ste. Gediend als maatschappelijk werker. Dus ik heb er een jaar gezeten. En naar aanleiding daarvan heb ik vandaag dit draaginsigne uitgereikt gekregen. Nu is er dinsdag een veteranencafé. En wat kan men dan verwachten? Nou, dinsdag hebben we een lezing georganiseerd. De majoor BD, inmiddels Albert Zomer. Die heeft in zijn functie bij de marechaussee ontzettend veel missies meegemaakt. Een van de missies waar hij goed materiaal over heeft, is Libanon. En dat gaat hij dus aanstaande dinsdag vertellen. Meneer Jozef Portier, u bent net gedecoreerd met de Nobelprijs voor de Vrede van de Verenigde Naties.
U was in Libanon. Wat hebt u daar gedaan? In eerste instantie hebben we dus geprobeerd om de vrede, de mensen die dus problemen hadden met elkaar, uit elkaar te houden, te scheiden, waardoor er dus geen incidenten kwamen. Daarnaast heb ik dus bijstand geleverd aan, aan VN-militairen die daar dus bij de verschillende kopieën ja, overal waren gestationeerd. Ik ben in Syrië geweest, ik ben in Egypte geweest, Kuwait geweest, Iran, Irak. Dus, maar ja, goed, daarnaast ook in de Verenigde Staten en in Canada. Om te kijken hoe daar mensen voor de VN werden opgeleid. Mijn bedrijf is Uitgeverij Tom. Dat is, die naam is ontstaan. Mijn moeder heeft het bedrijf opgericht en haar meisjesnaam is Tom. En ja, je start met een bedrijf en welke naam geef je? En, ja, Uitgeverij Tom, zo is dat gekomen. Wij maken producten voor slechtzienden, hoofdzakelijk kalenders. En die gaan naar verzorgingshuizen, verpleeghuizen, ziekenhuizen en naar particulieren. En we maken agenda's en puzzelboeken, schrijfblokken. Eigenlijk alles wat met papier te maken heeft met, voor slechtzienden. Nou, we hebben geprobeerd de Duitse markt te betreden. En dan word je echt een stuk groter. Alleen, ja... Dat kleinschalige, dat is ook heel prettig. En hoe groter een bedrijf, hoe meer personeel, hoe meer problemen. Dus nou, ik heb niet echt de ambitie om heel groot te worden. Ik zelf ben in 2000 in het bedrijf gaan werken. En mijn moeder heeft het, had het toen denk ik al, nou, 8 jaar of zo. Ja, ja, nou ja, want we bestaan nu 26 jaar, dus ze zal iets langer hebben, het al hebben gehad. En in 2005 ben ik mede-eigenaar geworden. Dat is heel anders, want dan werk je voor jezelf. En dat is helemaal dat stukje zelfstandigheid. Dat vond ik heel prettig. Ja, ik ben heel klantvriendelijk. Als mensen bellen, ja, heel vaak krijg ik ook te horen van hoe prettig ons bedrijf is. Dat hier heel veel mogelijk is. Als ze dingen vragen, dan proberen we het, of het nou kan of niet. We zeggen nooit per definitie, nee, dat kan niet. We proberen het. Ja, ik doe productiewerk, ik doe administratief werk. Ja, als er beslissingen genomen moeten worden, ja, dan doe ik dat. Maar voor de rest is er niet... Is er geen verschil bij tussen het een en de ander? Dat was toen we nog in het noorden zaten, was ik in dienst. En toen waren er nog 2 jongens van 16 die hier werkten. En gedurende het verloop van het bedrijf is er wel bijgekomen. En toen zijn we naar Almelo verhuisd in 2007. En hier hebben we nu 3 dames in dienst. Nou, vraag dat aan een slechtziende. Ik denk dat het voor slechtzienden heel erg zou zijn als we het niet meer, als ons bedrijf zou ophouden te bestaan. Ik moet dit nog lang blijven doen, want het is mijn inkomen. Maar gezien de digitalisering is het natuurlijk wel, ja, hoe zal de toekomst zijn van dit bedrijf? Want wij werken alleen maar met papier. En nou, daar zijn we druk aan het denken van hoe ziet de toekomst eruit.
hier aan de overkant, het water zeg maar, daar stond vroeger het ABTB-gebouw. Ja, ja. Dat is helemaal weg. Dat is helemaal weg. Dat is helemaal weg. Was het niet zo'n heel groot betonnen gebouw? Ja, dat waren verschillende silo's naast bij elkaar. Ja. Voor verschillende graansoorten, voor andere dingen. Die voor de veevoedermenging van belang waren. Mm-hmm. En dat gebeurde hier in dat fabriek. De ABTB, ja. En een belangrijk gedeelte van het gebouw was ook het kantoor. De meeste mensen vergeten dat. Ja. Die denken dat de ABTB alleen maar aanvoer van veevoeders was. Ja. En de distributie van veevoeders en de inname van eieren vooral ook. Ja. Want het was ook een eiercentrale. Maar het kantoor waar voor alle boerenleden boek gehouden werd, dat was ook heel belangrijk. Voor de landbouwers, zeg maar. Ja, dat werd hier dus allemaal gedaan. Dat werd hier heel veel gedaan, ja. Oh, dat wist ik ook niet. Ja, ja. Wist jij dat? Nee, wist ik ook niet. Ja. De ABTB, dat was echt een markante afsluiting wanneer je vanuit de stad in deze richting keek van het kanaal, van die hele beweging rond het links en rechts van het kanaal aan bedrijven en zo. Mm-hmm. Er was een samenwerking van verschillende fabrikanten. Dit fabriek wat hier gestaan heeft vroeger. Ja. En dat heette Almelo, zei u, hè? Heette Almelo. Almelo. Ja. En wat deed textiel? En wat deed textiel. Dat was min of meer een proefbedrijf. Een proefbedrijf? Ja, waar nieuwe machines werden uitgeprobeerd. De bekende Sulzerwever weefgetouwen, die zijn het eerst hier. Voordat ze naar de textiel en voordat ze voordat ze naar de fabrieken. De directie lag in het begin bij de familie Hagedoorn. Dezelfde familie ook van de brouwerij. Van de brouwerij, ja. En daarna heeft het jarenlang is de heer Van Dort is daar directeur geweest. Dit laatste stuk. Ja. In dit laatste stuk, zei u, wat zat daar? Daar zat Anvia. Dat was een lichtinstallatiebedrijf. Ja. En die maakten ze ook heel speciale lichtkronen en dergelijke. Ja, ja. Er was hier nog een klein straatje waar huizen aan stonden. Ja. En ik heb nooit eigenlijk begrepen of dat weggetje ook nog een naam had. Heet nu de grenzen, maar, geloof ik, hè? Ja, die fabriek heette de grenzen. Oh, werd later de grenzen genoemd. Maar waar nu Triton staat, was vroeger de houtzagerij van Rehuis. Dat is wel heel bekend, ja. Rehuis. Nou, en die meneer Rehuis was een oom van mij. Daar kwam ik bijna iedere dag. Ja. Op zo'n houtzagerij was veel te beleven. Was veel te natuurlijk beleven, ja. en hij was wel zo handig om te ontdekken dat ik twee handen aan mijn lijf had. Ik kon u even mee helpen. Ik kon eventjes stapeltjes hout verleggen en dergelijke. En er was altijd werk te doen. Ja, ja. Daar had je dat straatje, dat kwam uit met die paar woningen die daar aan de kant zaten. Dat straatje kwam uit in de Ziekenhuisstraat. Oh ja, de Ziekenhuisstraat. De Ziekenhuisstraat. Tegenover de Boddenstraat, Hoek, Brugstraat, daar kon je ook rechtdoor. Ja. En sinds het ziekenhuis daar Algemeen was, ziekenhuis was Algemeen daar, ziekenhuis, hè? Werd dat het ziekenhuisstraatje genoemd. Ja, ja. Oh, en daar kwam dit op uit? Daar kwam van dit hier. Uit? Dit, ja, ja. Ja, het was met een poort afgesloten. Het was geen doorgaande weg. Nee. Nog altijd staat de naam Vogel op het volgende gebouw. Ja, dat was een expeditiebedrijf in bakkersartikelen. Een grossier in bakkersartikelen. Oh, dat zie ik eigenlijk nou pas. Ik heb dat nooit geweten. Wat er nu in zit, weet ik niet. Maar de naam staat er nog op. Ja, inderdaad. Vogel. Vogel. Expeditie. Toen de kanaal gedempt zou worden,
is er nog lang een dilemma geweest of dat wel helemaal zo gebeurt tot hier. Want de landbouwersbank had er belang bij dat het kanaal open bleef. Voor aanvoer, maar ook voor afvoer van het gebruikswater. Bij het samenstellen van de landbouwproducten. Want dat is misschien wel interessant. De ABTB en de landbouwersbank, dat was een afstand van 200 meter. En die deden precies hetzelfde. Ja, wou ik net zeggen. Ja. Ik heb ook altijd gemeend dat dat hetzelfde was, de ABTB en de landbouwersbank. Maar dat is dus toch heel verschillend. Ja, de landbouwersbank was algemeen, neutraal. En de ABTB was rooms. Rooms-katholiek, ja. Ja. Ja, daar werd hoe vroeger echt nog gescheiden. Ja, vroeger werd alles gescheiden. Ja, dat klopt. Maar we staan hier tegenover een gebouw, meneer Kloepelt. Een heel hoog gebouw, de Java-toren. Ja. En dit is vroeger het gebied geweest van de textiel Java. Van de fabriek Java. En dat was ook van Ten Kate. Dat was Ten Kate, ja. En dat was een weverij of spinnerij? Weverij en een spinnerij. Spinnerij. Ja, bij elkaar. En de finishing afdeling. Dat zat hier allemaal. Ja, ja. En dat werd ook aangevoerd door de schepen hier. Ja, de ruwe katoen. Ruwe katoen. Balen. De balen katoen. In balen, ja. En dat werd hier helemaal klaargemaakt. Dat werd hier eigenlijk rechtstreeks vanaf Amsterdam-Rotterdam. Ja. Er is zelfs een periode geweest dat er hier zoveel aanvoer kwam rechtstreeks vanuit de grote havens. Dat dit Almelo eigenlijk aan de kust lag. Almelo aan zee. Ja.
Ja.